Welkom bij een nieuwe video van Belgium Bird Nerd. Goedemorgen vogelvrienden. Moet je dit horen? Hoe geweldig is dat, dat je opstaat en je hoort dit als je uit je bed komt. Dat is gewoon geweldig. Wij gaan vandaag een ronde doen, te voet. Deze keer is niet met de fiets. En die ronde gaan we doen aan en rond camping Siesta. We beginnen natuurlijk hier op de camping. Kom mee. We bevinden ons nu aan La Cantina en ik heb zojuist een verwilderd konijn gefilmd. Ik was nog geen 100 meter verder van het verwilderd konijn en ineens zie ik daar een wild konijn. Hoe tof is dat? Een verwilderd en wild konijn. Zo tof. En dan nog steeds hier à La Cantina. En nu is het tijd om vogels te spotten. Echters en de kraaien, Natuurpunt wil de kraaien beschermen, die wil de echters beschermen, die wil de Vlaamse gaaien beschermen. En alles gaat kapot, alles gaat kapot. Ik denk zelfs hier, hè, ik wandel hier veel, hè. Daar is mijn hond wat ouder, je mag verder wandelen. Ik denk zelfs dat er geen jonge ree meer overleeft. Omdat de wolf, die ligt nu met, de vos ligt met jong dadelijk, hè? Misschien nu al. En als er ergens een jong reken komt straks, denk jij dat hem daar laat liggen. En er zitten twee koppels vossen in er, hè? Ik heb nog nooit een vos gezien hier. En, nee, maar er zitten er wel. In de winter zijn er op veel plekken gespeurd. Want je speurt je goed, had je nergens een muis. Hop. Maar de natuur, hè, is volledig kapot. En als we een Natuurpunt laten doen, hè, dan is er zelfs voor u en voor mij nog wel, want ik ben wat ouder, dan is er zelfs binnen 15 jaar geen eten meer voor ons. Want het stikstofbeleid. En voor wat moet Natuurpunt, voor wat is die tegen stikstof? Omdat ze een salamander willen redden, en een hagedis, en een slak, en noem maar op. En dat mag allemaal, maar niet op deze manier. Wij hebben geleerd van thuis uit, ik ben 65 jaar, hè. Wij hebben geleerd van thuis uit, hè, van te leven van de jacht en de visvangst. Dat wil niet zeggen dat je voor de jacht moet zijn, hè. Iedereen hoeft niet voor de jacht te zijn. Ja, maar dan begrijp ik niet waarom je juist tegen mij zat te roepen. Sorry, ik dacht dat jij 100% achter een Natuurpunt stond en ik kan die mannen niet zien of rieken. Ja, want ik ben hier gewoon, een YouTuber, ik ben een, ik maak een YouTube kanaal, Belgium Bird Nerd, en ik ben hier gewoon de vogels aan het filmen voor mijn YouTube kanaal, ja, dat is al. Allee, vrouw, sorry, maar Natuurpunt. Want jagers zoals jullie, die denken altijd, ik heb een camera bij mij,
ik ben een groene en dat is totaal niet zo. En dat moet ook eens naar gekeken worden, dat niet alle natuurfotografen groene zijn. Als je alleen komt voor de foto's, oké, dat is goed, ieder zijn hobby. Ja, maar jij komt juist vandaan en je zit te zeggen, ja, en jij zit tegen mij te roepen. Maar ik weet niet hoe het gaat geschieden, maar onze wereld is helemaal kapot. Onze kleinkinderen gaan zelfs geen eten meer hebben. En van waar moet het dan komen? Ja, maar daarom moet je ook, sorry dat ik dat zeg, maar jij stond me hier af te blaffen. Ja, ja, maar sorry daarvoor, mag ik niet doen. Maar ik ben razend op de mensen van de natuur. Razend, want die helpen volledig de natuur kapot. En ze moeten op het milieu denken en ze moeten aan de natuur denken, maar niet op deze manier. He, zo. Maar ja, dat doen wij mensen ook. De jagers schieten jonge reeën af. Ja, ja, maar dat is toch in bestand te houden, hè, voor het... Ja, maar dat doet de wolf en de vos ook, kunnen we dan zeggen. Nee, de wolf dat hier komt, dan gaat er geen ree maar overleven. Als de wolf komt, gaat er geen ree maar overleven, want dat kan niet. Maar de wolf is toch de natuurlijke vijand van, ja, ja, van ons? Hier op ons biotoop, hier moet geen wolf rondlopen. En het gaat wel komen, hè. Ik denk dat dat nog 2, 3, 4, 5 jaar gaat zijn, maar dan zijn hier wolven. En dat kan niet, hier kan geen wolf overleven, zelfs de Ardennen en zo is eigenlijk te klein voor de wolf. Nee, maar sorry voor het verkeer, ik dacht dat jij eigenlijk voor Natuurpunt werkte. Ik werk niet voor Natuurpunt, ik werk gewoon voor mijn eigen, dus... Fotograaf. Ja, ik ben natuurfotograaf. Oké. Sorry, maar ik ben soms... En ik vlieg, ik word dan kwaad. Ik kan het, zelfs mijn geest kan dat niet goed af wat er in de wereld gebeurt. De wereld gaat kapot. En onze kleinkinderen, hè, gelijk dat de groene beren zijn met stikstofbeleid, hè, er gaat geen eten meer zijn voor ons. Genoeg. Ik kwam zojuist de jager tegen. Ineens vliegt hij uit tegen mij. Van, jij bent de groene, dit en dat. Ik heb gezegd, ja sorry, ik ben echt geen groene. Ik ben gewoon een natuurfotograaf. Ja, dat zeggen ze allemaal, zeggen ze dan. Dus ik heb een stukje opgenomen met mijn gsm ook. Dat loopt hem nu. Achter zijn de jachthond. Want hij had zijn jachthond los. Hij had geen wapen bij. Allemaal goed. He, dus die ziet me wandelen, die ziet me filmen. Ah, zei jij hier ook nog, zei dan? Jij vieze groene? En dan heb ik mijn gsm op videorecording gezet. En heb ik gezegd, ja maar sorry, ik vind het niet kunnen dat je mij groene noemt. Ik ben gewoon een natuurfotograaf. En ik heb een YouTube kanaal, Belgian Bird Nerd. En jij vergelijkt me met een groene. Dus elke jager denkt, iedereen die een camera vast heeft, dat een groene is. Hij heeft zich wel geëxcuseerd, nadat hem is uitgevlogen. Maar ja, dat is gebeurd. Ik ga gewoon verder vogels filmen. Hier naast mij, in dit weiland, heb ik zojuist een paar exoten gezien. Maar ze blijven toch zo mooi om te fotograferen en te filmen. Ik heb het over damherten. En die damherten, ik weet die op boeren wonen. En ja, die damherten die ontsnappen daar steeds. En als je dan 's ochtends of in de late namiddag op pad gaat, zie je ze altijd in die mooie open weilanden staan. Zoals jullie weten heb ik juist ook een bras discussie gehad met een jager. Maar van vogelsoorten heb ik nog niet veel gefilmd. Je hoort ze wel, maar je ziet ze niet. Dus wat is er aan de hand met de vogels? Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek. Wij gaan gewoon verder. En ja, we zien wel waar ons pad kruist. Kom mee.
helaas niet zoveel vogelsoorten gezien. Alleen een woedende jager. Dan mertjes, konijnen, een merel en een zwarte kraai. En dat is het eigenlijk. Maar volgende keer beter. Ik zie jullie graag in een nieuwe aflevering van Belgium Bird Nerd. Tot dan!